De Nijmeegse kermis is weer in volle gang. Ruim 50 kermisattracties zijn verspreid over de stad. Maar de Walkade is dit jaar leeg. De oostelijke kant van de Walkade gaat op de schop om het gebied groener te maken. De Walkade zal dit jaar dus niet voorzien worden van een reuzenrad of suikerspinnenkraam. De kermis duurt nog tot en met zondag 14 oktober, met op woensdag 10 oktober de traditionele kortingsdag. Waarbij bezoekers tegen gereduceerde prijzen kunnen genieten van de attracties.